wij kwamen daar aan en er stonden een aantal, stond een soort welkomstcomité, er stonden een aantal dames te zingen. Het enthousiasme, hoe ze dat als groep ook deden, was voor mij heel positief. Ja, het meest indrukwekkende moment is toch wel de eerste keer dat je die velden oploopt en in contact komt met die mensen. En je ziet hoe die mensen daar leven en hoe ze hun bedrijfje runnen. En dan het verschil met hoe we dat in Nederland gewend zijn. En in feite uiteindelijk hoe goed we het in Nederland hebben. Nou, wij hadden, volgens mij was het op een zondag tijdens Experience Week, kwamen er ik denk wel 30 of 40 mensen uit verschillende landen zijn bij ons in de kas komen kijken en komen kijken hoe wij ons bedrijf voeren. Het was zo'n leuke ervaring om met zoveel verschillende mensen met z'n allen naar één verhaal te luisteren, maar ook met z'n allen zijn kas in te lopen. Je moet allemaal van die witte pakken aan, dus het was ook een hoop lol hebben we toen met elkaar gehad, maar we hebben ook veel echte inspiratie met elkaar opgedaan. Dat is uiteindelijk de start geweest dat we in Kenia zijn begonnen. Next week, this one we harvest this week, and then that one next week. Wat wij belangrijk vinden qua organisatie bij Share People is dat ze spreken ongeveer dezelfde taal als wij. En ook ze hebben exact dezelfde visie als dat wij hebben. Ze willen ook niet met zakken met geld slepen, maar ze willen vooral kennis overdragen. Omdat kennis uiteindelijk daadwerkelijk wat toevoegt en ook blijft voor generaties lang. Wat wij het meest tegenkwamen in Kenia is dat die mensen zijn nog niet gewend om echt als een groep te opereren en ook van elkaar te kunnen profiteren, zeg maar, zodat ze elkaar verder helpen. Een ander heel groot probleem in Kenia is gewoon de pure armoede die die mensen hebben. Dus ze hebben geen geld om te investeren. Dus je ziet heel vaak dat ze eigenlijk iets meer kosten zouden moeten maken, zodat ze ook een betere opbrengst zouden krijgen. Je kan daar dus met relatief kleine investeringen, maar wel grote investeringen qua energie en qua tijd, kan je heel veel bereiken. We zijn de eerste dagen zijn wij het veld ingegaan, gewoon de mensen bezoeken, de bedrijven bezoeken, om te zien wat er wel is en wat hun problemen waren. Om je een voorbeeld te geven, wij kwamen daar op een gegeven moment bij een boer terecht en die had zijn jonge plantjes, wat eigenlijk zeg maar de start is van je bedrijf, dat is ook een van de waardevolste plantjes, daar moet je het hele jaar mee doen. Die verzorgden die gewoon niet heel erg goed. Dus die stonden heel dicht op elkaar en kregen af en toe te weinig water. Dus we hebben die mensen heel praktisch geleerd van jongens, je moet zoveel plantjes per vierkante meter gebruiken. Je moet ze op deze manier verzorgen. Dus hele praktische tips, daar zijn we mee begonnen. En dan praat ik over hoe vang je water op om bijvoorbeeld in een droge periode voldoende water te hebben. Hoe mensen dan een bazin moeten maken en dat in feite dat water dan bewaren voor een later moment. Die kennis was er gewoon eigenlijk niet. Ja, we hebben best wel veel tuinders direct laten zien wat voor ziekten zij in de tomaten hadden. Dat waren insectenziektes, maar ook schimmelziektes. En we hebben ze laten zien hoe ze dat kunnen identificeren. En ook wat het probleem in werkelijkheid is. En natuurlijk wat ze eraan konden doen. We hebben 3 maal een workshop gegeven waarin we kennis hebben overgedragen die wij, waar die mensen gewoon direct wat mee konden. Dus die mensen die hadden de hele dag hadden ze op het land gewerkt, dat was daar 30, 35 graden. Die mensen die waren 's ochtends begonnen, waren om 1 uur klaar, moesten 2 uur lopen om bij ons te komen. Die zaten dan om 1 uur of 3 zaten ze bij ons in een heet kerkje. En dan gingen ze gewoon 2 uur, 3 uur aan de dag te zitten luisteren met schrijfboekjes, alles mee schrijven. Dus die mensen willen zo graag willen ze verder komen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi om met zulke mensen te werken. We hebben een aanzet gegeven aan hoe ze met de organisatie in de weer moesten en samen moesten gaan werken. Dat heb ik het gevoel van dat moet landen nog bij die mensen. Maar concrete kennis en praktische kennis, daar konden ze gelijk mee aan de slag. En dat merkte je ook, dat ze daar heel erg mee bezig waren. Ze hingen echt aan je lip. Nou, wij als bedrijf zijn sowieso gewend om toch lange termijn relaties aan te gaan. Wij zijn eigenlijk in alles wat we doen zijn we geen eendagsvlieg. Hetzelfde met het project in Kenia. Wat ons doel is eigenlijk, wij willen die mensen zover helpen dat ze op een gegeven moment op eigen benen kunnen staan. Wat daarin heel belangrijk is dat
De vraag moet altijd bij de Keniaanse boeren vandaan komen. Het is heel belangrijk om, buiten gewoon dat je een goed bedrijf hier in Nederland neerzet, is dat je ook gezamenlijk een doel hebt waar je andere mensen mee kan helpen. En ik merk ook aan mijn collega's dat de meeste mensen ontzettend enthousiast zijn dat we dat aan het doen zijn. Waar je ook ter wereld, dus in dit geval in Kenia, waar je tomaten teelt, dat mensen elkaar gewoon begrijpen. Dat je als tomatentelers daar gaat staan en planten voelt en ruikt en kijkt. En dat je elkaar gewoon begrijpt zonder woorden.